Ik ben Jasmine, ik werk op de recovery afdeling in het UMC Utrecht. Wij zijn net verhuisd als recovery, we hebben een hele nieuwe recovery gekregen. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. Daarnaast hebben we 3 verschillende recoveries. Ik werk zelf op het grote recovery complex, het PACU. En we hebben nog een dagbehandeling en we hebben het kinderziekenhuis onder onze hoede. Het hoofdbestanddeel van ons werk is om de patiënt zo comfortabel mogelijk te houden. Dat houdt in dat de pijn en misselijkheid draaglijk is. De patiënt wordt hier binnengereden na de operatie. We sluiten hem aan en zorgen dat alle vitale functies goed blijven. En dat er geen complicaties optreden of wanneer die optreden, dat die behandeld worden. Dag mevrouw Beelen, hoe gaat het met u? Hallo. De operatie is achter de rug. Mensen denken vaak van de patiënt komt hier op de recovery, wordt even wakker en die gaat weer terug naar de afdeling. Dit is echter niet het geval. Patiënten komen hier terug, die moeten echt bewaakt worden, want er kan gewoon echt van alles met de patiënt gebeuren. En er moet regelmatig wel ingegrepen worden of hartritme wat afwijkingen laat zien of een complicatie aan het wondgebied zelf, waardoor we echt in de weer zijn met de anesthesisten en chirurgen voordat de patiënt weer goed naar de afdeling terug kan. Dus ik ga u verder opladen. En als de pijn draaglijk is, mag je weer naar de afdeling terug. Je hebt veel verschillende patiënten op een dag. Daardoor moet je goed kunnen multitasken. Je moet op de hoogte zijn van wat jouw patiënt heeft, wat er mis kan gaan. En dit combineren met de verschillende patiënten die jij daarnaast nog verzorgt. Je moet in de gaten houden hoe het met de monitoring van de verschillende patiënten gaat. En met de medicijnen, wonden die bijgebonden moeten worden of katheteriseren bij de patiënt. Het is hier echt hol of stilstaan. Ja. Je weet echt niet hoe een dag kan lopen. En dat maakt het ook echt leuk hier op de recovery. Mijn werk als recoveryverpleegkundige is leuk omdat het heel veelzijdig is. In de periferie werk je meestal met 1 specialist als aandachtspunt. En hier in het UMC Utrecht hebben we meerdere. Met name de trauma, neurochirurgie en er zijn ook grote KNO-ingrepen die wij verrichten. Hierdoor wordt het wel leuker het werk. Je krijgt meer diepgang. Je hebt, omdat er zoveel verschillende ingrepen zijn die zo complex zijn, heb je heel veel kennis nodig van al die verschillende ingrepen. Het is dynamisch, je hebt een hoge turnover van patiënten. Geen één patiënt is hetzelfde en daarbij zijn alle ingrepen ook anders. Je kan nooit zeggen van tevoren van dit is een makkelijke ingreep, dit gaat makkelijk verlopen, want er kan zomaar een complicatie optreden. Je werkt met veel verschillende technieken, beademing, arterielijnen, je moet wat hartritmes kunnen aflezen. Dus je hebt veel verschillende zorg en kennis die je nodig hebt en het werk blijft daar heel uitdagend door. Ik heb hele leuke collega's, er is veel kennis bij ons op de afdeling aanwezig. En als je iemand nodig hebt om of te helpen met het aansluiten of je vragen aan te stellen, dan is iedereen altijd bereid om te helpen. Op een ideale dag worden mijn patiënten goed behandeld tegen de pijn en de misselijkheid. En gaan ze zo goed mogelijk naar de afdeling retour.